Ja, en wij gaan nu verder naar het slotinterview. En dat slotinterview heb ik vandaag met cultuurhistoricus Leon Hansen. Inmiddels ook hier aangeschoven. Leon, fijn dat je er bent. Hallo. Doe ik jou tekort met deze omschrijving? Wil je nog eens meer over jezelf vertellen? Buiten het feit dat je cultuurhistoricus bent. Nee, prima. Ik ben verbonden hier aan de Dante-faculteit van de universiteit als cultuurhistoricus. We zijn nu vooral bezig met online culture. Dat ben ik. Ja, nou en de reden dat we jou natuurlijk vandaag hebben uitgenodigd is het verschijnen van dit prachtige boek. Handboek van de Vagebond, voor de Vagebond in de voetsporen van vrije denkers. Een prachtig boek, bijna encyclopedisch volgens mij als het gaat om de Vagebond. Volgens mij is er niks te bedenken over de Vagebond wat niet in het boek staat. En ook dat roept natuurlijk altijd weer de vraag op hoe begint zoiets? Ben je heel je leven al gefascineerd geweest door die Vagebond? Nou, ik moet er aan toevoegen dat het zich concentreert op de Vagebond in onze westerse wereld. Elke cultuur over de hele wereld kent de figuur van de vagebond als een figuur die zich van het organisme afsplitst en een eigen weg gaat en zich aan de randen van de gemeenschap beweegt. En dat bewegen is een belangrijk iets, dus de mobiliteit. Maar dit boek concentreert zich vooral dus op de cultuurgeschiedenis van zeg maar West-Europa en de Westerse Vagebond. De Westerse Vagebond. Ja, waar komt die fascinatie voor jou vandaan? Waar het eerste zaadje van dit boek? Dat gaat heel lang ver terug in mijn studie. Een van de grote figuren met wie ik mij heb bezighouden. Ik heb onder andere zijn brieven uitgegeven. De grote historicus Johan Huizinga. Auteur van Herfstzij der Middeleeuwen. Auteur van de Homo Ludens, de spelende mens. Die spelende mens zit eigenlijk al die notie van dat vagebonderen, van dat rondzwerven en van je weg laten bepalen door het pad dat zich voor je voeten uitstrekt. En je durven overgeven aan de roes van het toeval. Dat is een vorm van spelen. Mm-hmm. Dus zeg maar, je losmaken van de discipline en je losmaken van wat er voorgeschreven is. Dus ook je los proberen te maken zelfs van de algoritmen en van de blockchain. Dat is natuurlijk iets heel, heel belangrijks. Huizinga heeft zich daarmee bezig gehouden en zegt ook ergens over zijn eigen werk dat hij zich altijd heeft bekwaam bijna in het vagebonderen van de geest. Dus hij heeft zijn geest eigenlijk het vrij spel gegeven. En op die manier is hij tot bijzondere ontdekkingen gekomen en tot nieuwe inzichten gekomen. En hier ben je dus tijdens je studie al mee begonnen? Ja, dat heb ik eigenlijk heel snel opgepakt. En een van de grote inspiratoren van waar ik altijd mee bezig ben geweest is de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche. Die ik eigenlijk helemaal in het begin van mijn studententijd van A tot Z, kun je gerust zeggen, gelezen heb. En nog steeds tot op de dag van vandaag ademloos lees. Daar is nog een heleboel natuurlijk bijgekomen. Maar juist ook bij Nietzsche is dat thema van dat vagabonderen. Bijvoorbeeld dat hij zegt van, kijk eens, je bent als denker helemaal niks als je niet erop uitgaat. Dat je hier bijvoorbeeld, we zitten hier aan het park, de Brandenpark in Tilburg, erop uitgaat en je denken als het ware laat leiden door de grillen van wat je tegenkomt. En dat verrijkt. Dat is natuurlijk iets wat iedereen kent die een lange wandeling heeft gemaakt en die ook wel eens een keer verdwaald is. Of mensen die lekker lange fietstochten maken, dat je geest loskomt. En dat je opeens heel nieuwe dingen gaat denken en tot nieuwe inzichten komt waarvan je denkt, waar komt dit? En dat is een hele mooie ervaring. En tegelijk in historisch perspectief lees ik in jouw boek van, ja, eigenlijk was vroeger die vagebond bijna een soort licht crimineel figuur. Ja. En nu is het eigenlijk iets heel moois en misschien wel iets wat we allemaal wel een beetje zouden willen. Maar ja, was het licht crimineel. Dat culturele en dat element van de geest die de vrije loop krijgt, zit er eigenlijk altijd wel in. Maar zeker in de, zeg maar, vanaf de late middeleeuwen heeft die vagebond toch een beetje een licht criminele klank, inderdaad, van
hij kan je ook bedriegen. In de zin van, het kunnen interessante figuren zijn die plotseling, zeg maar, in het dorp of bij de herberg aankomen. En die muziek kunnen maken, die kunnen verhalen vertellen. Die kunnen gedichten voordragen. Die komen met nieuwe berichten. Dus er gebeurt altijd iets met een vagebond. Dat is interessant. Ja. Maar tegelijkertijd, ja, dan zijn ze de volgende ochtend opeens verdwenen zonder te hebben betaald, een voorbeeld. Of ze komen via de achterdeur binnen. En ook, zeg maar, ook een standaard item van de vagebond is ook dat hij dan, zeg maar, aan het einde van de dag bij je aanklopt en dat je je gastvrij opstelt en dat de dochter van des huizes ook zeer geïnteresseerd is in deze mooie gebruinde figuur. Ja. En dan meer dan normale belangstelling voor die vagebond opvat. En die vagebond die maakt er dan quasi een beetje misbruik van. Dat is eigenlijk een beetje een standaard. Dat was die lichtcriminele associatie. Dat lichtcriminele en dat verleidende aspect, dat zit er lang in. En we zien hier nou op de schermen achter ons, gaan we even vooruit in de tijd, ineens de jaren 50. Het beroemde touwtje, ik denk van Jan Terlouw. Ja. Wat is daar de associatie met? Dan moet je dus de denken aan Zwiebertje. En Zwiebertje was eigenlijk, die kennen we allemaal, was eigenlijk een lichte vagebond. Dus die trok erop uit. Die was ook echt gekleed als een zwerver. Een zwerver is eigenlijk een vagebond. Ja. En die had ook steeds wat te vertellen. En je ziet ook bij Saartje dat die zich over hem ontfermt. En ja, eigenlijk meer dan moederlijke gevoelens voor hem koestert. Dan heb je de veldwachter en dan heb je de burgemeester. Dat is dan, ja, die hebben het wat moeilijk met hem. Maar hij is een charmante figuur. En wat ik toch nog even wil zeggen, voordat we van de late middeleeuwen naar Zwiebertje overstappen. In de 19e eeuw zie je iets heel interessants. Want dan wordt die vagebond voor heel veel cultuurdragers, de schilders, schrijvers, filosofen. Ik heb de naam Nietzsche al genoemd, een voorbeeldfiguur. Die gaan zich als het ware identificeren met die vagebond als een figuur die er buiten durft te staan. En die dus ook kritisch durft te denken. Ik zag bijvoorbeeld, dat was heel erg aardig, zaterdagavond, Verborgen Verleden, Danny de Munk, die zegt ergens van, je moet kritisch durven te zijn en je moet je eigen stem durven te hebben. Dat is typisch nou een vagebond uitspraak. Dat past ook heel erg bij het denken van de romantiek. En in de 19e eeuw zijn er dus denkers en dichters en kunstenaars die pakken het op en die gaan zich echt duidelijk identificeren met de vagebond. En dat hele concept van het vagebonderen, dat wordt eigenlijk overgenomen zelfs ook door sociologen in de zin van ook een maatschappij kan vagebonderen. Dat wil zeggen dat aan de randen van de maatschappij zich als het ware delen gaan losmaken en gaan afklonteren. Dat is natuurlijk eigenlijk niet de bedoeling, maar de maatschappij of een samenleving moet een organisch geheel zijn. Ja. En als er delen van af gaan vallen, is eigenlijk iets wat we niet willen. Was de Brexit dan ook een soort vagebondisme in die definitie? Ja, het is vagebonderen, ja. Ja, je eigen weg gaan, je eigen pad volgen. En of dat nou vervelend, of dat nou problemen oplevert of niet, maar het heeft ook iets te maken met weerbarstig zijn. Ja. Dus je van de hoofdmeute durven los te maken en je over te geven ook aan de sensatie, lichamelijk, geestelijk, die dat met zich meebrengt. Het is namelijk ook een kick natuurlijk om dat te doen. Het is leuk om je los te maken van die schrijfster. En die kick, dat is iets wat zeker in de kunst van de 20e eeuw door de dadaïsten en in de jaren 60, de Zero-groep, een hele hoop kunstenaars die hebben dat. De kunstenaar Tang Lee, die met die waanzinnige beelden en constructies die zichzelf kunnen vernietigen. Mm. En van die machines die zichzelf kapot kunnen maken. En dat brengt de roes met zich mee. Ja. En die waren eigenlijk heel sterk gegrepen de punkbeweging. Door dat vagebonderen. En dan krijg je in de jaren 60 natuurlijk Bob Dylan en de hele de Provo-beweging ook. Ja. En de hippiebeweging en die pakken dat van Like a Rolling Stone. Ja. Dat is eigenlijk helemaal dat idee van dat vagebonderen dat dan op de agenda komt. Dus ja, ik ben een kind van die tijd, dat kun je voorstellen. Voorbeelden genoeg. Dat neem je mee. En wij spraken elkaar van tevoren en toen zei je ook, ja, de vagebond is ook, want dit zijn allemaal voorbeelden uit het verleden, maar je zei het is ook een hele actuele figuur. Ja,
Kun je dat eens toelichten? Waar zie je dat? Nou, dat is heel aardig. Zelfs in de aanloop van het schrijven van dit boek kregen mensen in mijn omgeving kregen door dat ik daarmee bezig was. En die zeiden, Leon, ik ben ontzettend benieuwd naar jouw boek. Want wij ervaren dit eigenlijk aan den lijve met ons kind. Ja, onze zoon of dochter. Die heeft op een gegeven moment gezegd van, ik wil niet meer gewoon meedoen in dat rad van die maatschappij. En ik wil eruit stappen en ik wil mijn eigen weg uitstippelen. En ik ga backpacken. En dan zeggen die ouders tegen mij van, ja, onze dochter die zit nou ergens in Zuid-Amerika. En hoe moeten wij dit begrijpen? Want we snappen het wel, maar aan de andere kant maken we ons ook zorgen erover. Ja. Hetzelfde geldt natuurlijk, en dat is ook voor mensen van mijn generatie en ook van de jongere generatie heel erg goed herkenbaar, dat onze kinderen eigenlijk in de grote steden, in de metropolis van Europa, geen woning meer kan krijgen. En wat doen ze dan? Ze gaan eigenlijk aan de randen van de steden, eigenlijk waar de stad een beetje overgaat in de natuur, gaan ze tiny houses bouwen, ja, en bewonen en zoeken en zelfs gewoon kamperen. Precies. En dat opzoeken van de rand, dat zijn weer actuele voorbeelden. En je daar vestigen, ja, en onderweg zijn, dat is typisch vagebonderen. En tegelijk, je noemt bijvoorbeeld het backpacken. Ook daar zie je natuurlijk alweer kritiek komen, hè, dat 20 jaar terug backpacken door Thailand nog avontuurlijk was. En tegenwoordig, ja, even los van corona, ja, je hebt zoveel informatie op je smartphone. Iedereen weet precies waar je moet zijn. Dat is niet meer echt. Ja. Ja, backpacken, dat is niet meer echt losmaken. Ik heb dat aan eigen lijve ondervonden. In mijn studententijd heb ik verre fietstochten gemaakt. Ik fietste graag, zeg maar, voor een vakantie. Het kostte allemaal niks. Gewoon een tentje achterop. Dan kon je gewoon naar Italië of wat dan ook. Ja. En ik herinner me een keer dat ik in Frankrijk, ten zuiden van Limoges, bij een kasteelruïne was. Ik was er helemaal alleen. Omgeven door een rivier helemaal in de diepte. En dat was het middeleeuws kasteel waar de dichter en de troubadour Ventador had gewoond en gewerkt. En ik was daar in mijn eentje en ik denk, ik ben nu alleen hier. Ik ben helemaal alleen en dat was een magische ervaring. Mm. En ik heb daar vaker aan teruggedacht toen de mobiele telefoon werd ontwikkeld. Toen dacht ik, zou het ooit mogelijk zijn dat je op zo'n locatie helemaal alleen op je fiets vanuit Nederland hier naartoe gereden, zou het mogelijk zijn dat je gewoon in die ruïne staat en je hoort die wind fluiten en je zou gewoon met je telefoon kunnen bellen naar huis van, nou, ik sta er nu. Dat leek me onmogelijk. Dat leek me volstrekt onmogelijk, omdat ik dacht, dat doet afbreuk aan die heel elementaire ervaring van in je eentje op die locatie, op dat tijdstip, met jouw gedachten te zijn en helemaal vervuld van die emotie. En nu is het heel gewoon geworden. En dat betekent eigenlijk dat we nergens meer misschien helemaal alleen kunnen zijn. Nergens meer helemaal verlaten in deze kunnen tijd zijn. Wel moeilijker. En dat het vagebonderen eigenlijk een industrie is geworden, zoals je dat aangeeft. Ja. Dat is een tragedie, ja, natuurlijk. Ja. Dus vandaar dat mijn stelling ook eigenlijk die door dat hele boek heen zwerft, als het ware, ja, dat het vagebonderen nu vooral iets is van de verbeelding. Precies. Laten we ook nog even kijken, want jij bent natuurlijk ook verbonden aan een universiteit, als wetenschapper ook. En ik kan me ook voorstellen dat er wetenschappers zijn die zeggen, ja, het is een prachtig boek, en mooi geschreven, enorm onderzoek. En tegelijk, een van de belangrijkste dingen in een wetenschappelijk onderzoek is altijd de definitie. Ja, en daar speel je zelf natuurlijk ook mee. Je zegt, ja, de definitie van een vagebond, die is er eigenlijk niet. En je zegt ook zelf, nou, ja, ik hou het ook letterlijk vaag, die definitie. Ja, die notie van dat vaag is wetenschappelijk niet onbevredigend? Die notie van dat vaag is iets heel belangrijks. En ook daar kan me voorstellen dat wetenschappers daar aanvankelijk wat moeite mee hebben. In die term vagebond zit die notie van dat vagebonderen betekent eigenlijk gewoon, ja, ja, meanderen of zwerven. Maar ik ben daar natuurlijk wat meer mee bezig geweest. En die notie van dat vage, wat er ook in zit, en dus eigenlijk ongrijpbaar zijn, dus vaag blijven, ja, dat kun je ook heel positief definiëren. En dat ook daarin bestaat een hele wetenschappelijk discours over wat vaag eigenlijk betekent.
En wij hebben over vaag, denken we, dat is iets heel negatiefs. Dus met andere woorden, ongrijpbaar. Niet, maar ook even als wetenschapper, het is ook niet onwetenschappelijk om het zo vaag te houden. Nee, dat totaal, niet. Nee totaal niet. Nee, er bestaat een hele traditie om je daarmee bezig te houden. En in de romantiek vooral krijgt het vage. Je moet maar denken aan de schilderijen van Turner bijvoorbeeld. Hè, met die hoop mistende trein die eigenlijk uit de stoom tevoorschijn komt, krijgt dat vage een heel belangrijke betekenis als een wolk van belofte. Dat is eigenlijk, in het vage is alles nog mogelijk. Ja. Dus het vage is eigenlijk een bron van creativiteit. Dus ik probeer in dit boek wel al dit soort noties, en ook die notie van die vagebond natuurlijk, op een heel wetenschappelijke en ook etymologische manier te onderzoeken. Ja. En we spraken net ook al in het andere interview, hè, over de impact die je dan wil maken. Is als je die term gebruikt, is voor jou de impact ook dat je eigenlijk een soort oproep doet om die vagebond meer te gaan waarderen? Of moeten we het ook zien als een oproep aan mensen om, zeg maar, de vagebond meer misschien wel in je los te laten, allemaal wat meer die vagebond op te zoeken? Of moeten we het gewoon zien als een soort beeldingsvorming, gewoon als een stukje opvoeding? Nou, wat voor impact hoop je met ik je heb natuurlijk geen programma en ik heb geen boodschap. Het fenomeen is op zichzelf interessant genoeg en je moet er ontzettend voor uitkijken dat je een soort pleitbezorger voor de vagebond wordt. Want bijvoorbeeld, vagebond heeft mij helemaal niet nodig. Dat staat voorop natuurlijk. Dus dat is dat is hetzelfde wat de socioloog Norbert Elias zegt. Ik bekijk al die sociologische ontwikkelingen, die bekijk ik alsof ik naar de sterren kijk. Daar heb ik geen invloed op. En dat is iets wat zich helemaal ver buiten mij afspeelt. Dat geldt hiervoor ook. Ik heb er uiteraard enige sympathie voor. Dat moet je als wetenschapper. Je moet enige sympathie, maar vooral ook enige distantie hebben ten aanzien van jouw onderwerp. We moeten dit niet zien als een oproep om de vagebond in ons allemaal te laten. Nee, dat is ook in autobiografie in de zin dat ik mezelf als een vagebond beschouw. Totaal niet. Nee. Je hebt een fascinatie voor het onderwerp, dat wil je laten zien. Ik vind het bijzonder interessant en het is wel zo dat ik denk dat er heel veel in zit, ook als een wetenschappelijke vorm van denken. Mm-hmm. En kijk, waar wij als wetenschappers de laatste 15 jaar zeker op gewezen worden, is dat we dat huwelijk moeten aangaan met de kunsten. En dat is niet een verzinsel van mij, dat wordt ook door, zeg maar, van hoger hand eigenlijk, wordt het steeds, daar valt iets te winnen. Nou ja, dan moet je vooral hier zijn, omdat die vagebond eigenlijk, zeg maar, heel sterk die artistieke tik ook heeft. Hè? Mogen we er misschien eens twee voorbeelden bij halen? Want we zagen hem net op de beelden al even voorbij komen. Johnny Depp, misschien dat we die even kunnen terughalen. Dit was een campagne, die viel mij op, voor een bepaald parfummerk. Hij noemt zich daar Sauvage. Dat is natuurlijk niet letterlijk een vagebond, maar we zien natuurlijk wel de overeenkomst. Hè? Ja. Een beetje een wilde, dat zijn ook vaak de rollen die Johnny Depp speelt. Ook al de onaangepaste, die gekke piraat, die maffe in Willy Wonka, hè, van de chocolade. Altijd een beetje een rare eigenzinnige, wel typisch een vagebond. Zo zet hij zich neer. Ja, en tegelijkertijd is Johnny Depp natuurlijk een steenrijk acteur die in een enorme villa met een hek eromheen niet meer echt aan het vagebond. Ja, die vagebond die is natuurlijk door... Is dit een foute flirt? Die is door de media-industrie is die opgepikt natuurlijk. Ja. Dat zie je ook in reclames. Je kunt schoenen kopen, je kunt jeans kopen, waar op de een of andere manier de naam vagebond aan verbonden is. Als je dat gaat googlen, dan val je om en dan denk je, dit onderwerp is waardeloos geworden. Maar dit is dus voor jou inderdaad, dit is geen echte vagebond, dit is niet zoals je... Nee, maar je ziet wel hoe actueel die figuur is en hoe die eigenlijk midden in onze samenleving staat. En dat is eigenlijk, zeg maar, een eerste laag die... Maar dat de cultuurindustrie doet dit eigenlijk met alles. Die is zo ontzettend handig, die pakt eigenlijk alles op. Ook alles wat subversief is, wordt eigenlijk ingekapseld door de... Commercieel gemaakt, ja. Op zich is er ook helemaal niet zoveel mee tegen. Niet zoveel op tegen, want zo werken die dingen nou eenmaal. Laten we er nog eentje bij pakken. De gitarist, want er was ook een scène uit je boek. Dat ging over huisvaders die naar een Neil Young concert gaan. Ja. En dan voelen ze zich wel allemaal vagebond. Dan voelen ze zich even vrij en we zijn weer een lekkere rocker. Ja. En dat bracht mij een beetje op de gedachte. Hè? En dat werd toen ook een beetje afgeschilderd als ik zou maar zeggen, ja, dat is niet echt een vagebond even. En daarna ben je weer brave huisvader. En toen dacht ik wel, bekroop een beetje gevoel, ja, zo
wordt het bijna religieus. Hè? Dat mensen gaan opbieden wie is nou de ware moslim, wie is de ware christen. Hè? Daar zie je dat ook in geloof zijn mensen aan opbieden van nee, maar wat jij doet is niet echt. En dat dacht ik hier ook, ja, is het dan bijna religieus aan het worden? Wat de ware vagebonden, en als je de vraag zou stellen wie is er nou een vagebond in de hedendaagse cultuur of bijvoorbeeld in de Nederlandse cultuur. Ja, iemand als Groenberg bijvoorbeeld, die heeft echt al wat van een vagebond. Aan de andere kant zie je nu dat hij zo graag Amerikaans staatsburger wordt en dat hij eigenlijk toch steeds meer morele standpunten gaat innemen en zich gaat uitspreken en zich niet meer zich gaat vastleggen op dingen. En dat is dan weer minder des vagebonds. En Neil de Jong, ja, iemand die ik heel erg hoog heb. En daar kun je heel veel tegen inbrengen. Maar het is een interessant figuur, net als Bob Dylan met zijn never ending. Ja, maar het ging hier natuurlijk dus die huisvaders die naar Neil Young kijken. En oh, daar gaat het om, die moeten er ook zijn. En ik ben werkelijk de allerlaatste die zich neerbuigend zou uitlaten over die huisvaders. Dat is zinloos. Dus die moeten er vooral zijn. En ik denk ook echt dat hun enthousiasme, zoals dat van mij, mijn enthousiasme voor Neil Young ook heel oprecht is. En dat Neil Young, dat moet je zeggen, van dat hij juist in die cultuurindustrie heel authentiek probeert te zijn en een mening heeft. Ja. En dat hij ook, zeg maar, in een veel breder verband, en ik behandel dat ook, After the Gold Rush, die zijn plaat vroege jaren 70, waarin hij eigenlijk al allerlei dingen aan de orde stelt over zeg maar, de hele milieuproblematiek die vandaag zo actueel zijn als never. Waarin hij dit ook in verband brengt met je moet je losmaken van, zeg maar, van de dictaten van deze cultuur. Ja. Je moet onafhankelijk proberen te zijn. Een vagebond die doet niet mee met een lockdown. Om maar even een voorbeeld te noemen. Nou, kijk, dan ga je dat heel erg politiseren. En het is wel belangrijk dat je daar natuurlijk een autonoom en een kritisch standpunt over inneemt. Maar die lockdown en die hele coronaproblematiek, dat is van een orde die... Dat is even buiten de orde. Dan moet je zaken opzij schuiven. Dan is zelfs in laatste instantie de vagebond een vlierenfluiter en een ijdele figuur. En dit is hoogst diepe ernst. Dan nog wel. Dat snap ik. Dan de laatste overpeinzing, want we gaan zo ook natuurlijk weer naar Jeroen toe. Als iedereen een vagebond zou zijn, zou de wereld dan nog kunnen bestaan? Of nee, dan, dan valt de wereld uit elkaar. Precies. De notie van het vagebonderen is toch, zeg maar, het je losmaken, het afbrokkelen. En dat kunnen we niet hebben. Dus we hebben ook nog gewoon burgerlijke huisvaders nodig. Juist. Dank je wel voor jouw toelichting. Graag gedaan. Leon Hansen.